wat er gebeurde vorige week. Ja, Jodo, de kristals liggen hier gewoon aan het begin. Ik ben nu wel benieuwd wat de stof is. Ga jij maar zoeken, jongen. Ik ga kristals farmen. Wacht even, ik eet eventjes een raptor op. Makkelijk. Ja, het is... Oh, ik heb per ongeluk een oliepomp weggehaald. Oeps. Ja, laat maar zitten. Ik ga alweer weg. Doei. Eeuw. Wat level is die? Level. 44. Hey, dat is Wurf. Oké, laten we een beetje deze kant op doppen. Waar ben jij? Ah, daar. Oké. Alright. Kom maar. Dat is legit niet slecht op zich. Kom maar. Kom. Oh, hij gaat er net op bij. Oh! Nee! Wat? Hij is dood. Kunnen we hem looten of zo? We killed him. Hey, dames en heren, mijn naam is Joost en welkom terug bij een gloedje nieuwe aflevering van Ark Scorched Earth. Jongens, we kijken hier al naar deze windmolen. Die hier staat te wapperen op ons huis en daar de Fear Dragon. En als je goed luistert in je rechteroor, hoor je dat er iets rondloopt. Want zoals jullie hier zien, hebben wij een enorme grote dierentuin met rondlopende beesten die hier vrolijk lopen. En een rondlopende Rudy die daar, als het goed is, vrolijk rondloopt. Hij is ook een dino die hier vrolijk rondloopt. Anyway, zoals jullie zien is er dus heel veel gebeurd wat jullie niet op mijn kanaal hebben gezien. Het ligt er namelijk aan, omdat de opnames die ik hiervoor heb gedaan, waarin we dit gedaan hebben, zijn helaas corrupted geworden. Ik heb nog wat kunnen redden en dat zie je nu. Ja, zoals jullie zagen, dat was niet echt heel veel nuttigs. Dat was gewoon eigenlijk helemaal niks. Maar Rudy daarentegen heeft het wel allemaal opgenomen. Dus wil je dat terugzien, klik dan eventjes op het i'tje rechtsboven in het scherm. En dan kom je op Rudy's video terecht. En daar kan je alles zien wat wij hebben gedaan in deze aflevering. En nu doen wij dus eventjes een speciale aflevering die alleen op mijn kanaal komt. Waarin wij, als het goed, ook even wat dingetjes gaan doen. Zodat ik in ieder geval wel een aflevering heb voor jullie. Dat is wel gunstig. En dan volgende week zul je weer een video zien waarin we allebei gaan opnemen. Dat is de plan. En ik zal jullie eerst even laten zien wat we gedaan hebben op Rudy's kanaal. Allereerst, de deur is hier weg. Dat is één ding, maar dat is niet echt heel nuttig. Of niet echt heel veel groots. Het grote wat we gedaan hebben is letterlijk, we hebben deze hele tuin gemaakt, waar letterlijk onze dino's een beetje rondlopen. En we hebben Eddie getemd. En Eddie is onze Paraceratus, of hoe dit ook weer heet. Een Paraceratering ding. En we hebben hier een kanon opgezet natuurlijk. En een kist waar onze kogels in zitten. Dat is eigenlijk alles wat we hebben gedaan. Het was een hele klus om dit allemaal te craften en te bouwen. Dus vandaar dat het was. En hier staat onze lieve dino Rudy. En hij loopt hier ook rond op wandering. Nee. Dat is zijn zeldzame geluid. Nee. Nee. Oké. Okay. Nee. Wat voor dino ben jij, Rudy? Ik ben een Rudino. Oh, Snap je? Want mijn naam is Rudy en Nodra. Ja. Geinig. I know. Geinig, Rudy. Hé, maar je bent naakt. Ja. What happened? Dino's hebben geen kleren. Dat is waar. Oké, okay, doe kleren aan. Je bent geen dino. Nee, ik was ook geen dino. Ik was eigenlijk bezig met Hans. Oh, je was hem aan het volgen? Ja, Hans die is zeg maar al een week ziek. Zit echt aan de dunne diarree. Dus ik zat te wachten tot hij een goede keutel liet vallen. Ja, maar als je aan de dunne diarree zit en je loopt erachter, dan krijg je een douche. Nee. Kijk, want dit is het resultaat. We hebben hem beter gemaakt. We fixed him. Ah, nice. Ja, hij is weer oké, dus we kunnen aan de slag. Maar, pakt hij hem nou op? Maar Rudy, I just ate it. Oh. Ik wil niet meer met je omgaan. Oké. Doe kleren aan. Ik ben een beetje poisoned, maar doe kleren aan. Oké, ik zal eens even wat kleren pakken. Yes. Maar eerst water. Ja, water is wel handig. Ik kan het eventueel ook gewoon... Waarom drink je nou gewoon nooit uit kristal? Ik heb er helemaal neergezet hier. Ik heb je toch verteld dat ik vies ben van haar. Jezus. Jongen, ik eet gewoon poep hier al recht voor je ogen. En jij durft niet eens water uit kristal te drinken. Maar niet iedereen eet poep en drinkt pis. Kom op, zeg. Ja, dat is waar. Hey, Rudy, wat gaan we allemaal doen in deze aflevering? Ik vraag het eigenlijk altijd aan jou. Terwijl het gewoon bij Waarom vraag je dat aan mij? Ben ik de leader of zo? Nee, ik weet het niet. Het is eerst jouw aflevering. Ik zeg het wel, oké? Okay? Het is eerst mijn aflevering. Kom op, doe je Nee, daarom. We gaan deze muur hier eruit slopen en er hier één geheel van maken. We have to destroy a wall. Yay, ja, fuck anti-Trump. Anti-Trump, nega-Trump. Nega-Trump, inderdaad. Oké, dus we gaan dit weghalen, we maken hier één groot hok van. En dan doen we de arches daarboven en dan halen we de vuurtrekker naar buiten. Yeah. En dat is ons idee. Allereerst, voordat we eraan gaan beginnen, ga ik eventjes een nieuwe feeding true maken. Die je niet hier maakt. Oh, doe jij dat wel lekker, dan ga ik weer even lekker achtergrond aan lopen. Oh, ja, doe dat maar. Oké, even kijken, wat ben jij aan het doen? Oh, oké. Okay. Maar kijk, dit is wel goed dat we dit doortrekken, want ik vond dit echt zo'n nutteloze stuk ruimte hier buiten. Ja, precies. Dus in principe kunnen we het ook nog hier aan deze kant verbreden. Of wil je het alleen verlengen naar hier? Of echt het allemaal opvullen? Nou, laten we het maar verbreden, want dan hebben we nu een soort van dubbele muur als extra security. Als we het gaan koppelen, hebben we maar één muur, weet je wel. Ja,
dat klopt. Ja, we kunnen ook sowieso één rij foundation standaard doen. Dat het net iets groter is. Oké. En dan hebben we dat gekloot niet meer echt met die trap. Want die trap die is kut. Dat is echt heel klutsch. Ja, want je wilt niet weten hoe vaak wij daar vast hebben gezeten. Dat is echt ongelooflijk. Nee, ik heb niks. Ik heb hem de feeling toen echt letterlijk midden in de speeltuin gezet. De speeltuin? Nee, dat is wel een goede plek. Ja, alleen Eddie zit er net iets te ver. Domme Eddie! Ja, Eddie, die jongen, die moet maken. Er zijn mooie planten. Eddie, die eet toch wel shit. Zo, die heeft waarschijnlijk toch godmiljoen besjes in hem. Nee, hij is leeg. Weet je wat ik niet snap? Wat snap je niet, Rudy? Het is het Winter Wonderland event, maar hier ligt alleen maar... Wat is het? Bruine sneeuw? Ja, maar Rudy, dit is toch geen... Elke keer als er een storm komt, is het een sneeuwstorm, Rudy. Dat weet je toch? Dat heb ik al zo vaak verteld. Ja. En nou luisteren ze. Ja, eindelijk. Oké, what's you doing, mate? What's your plan? Ja, dit ben ik aan het doen. Je mag ze verplaatsen. Oh, foundations. Oh, je moet hier tussen. Yeah, expand it. Breid het uit. Ja, dat zou ik doen. Look at this shit. This shit is amazing. Yeah. Give it a lick. Je moet het dan een lik geven, Rudy. Waar smaakt het naar? Naar rozijnen? Nee, naar mijn vieze microfoon die ik echt een keer schoon moet maken. Why do you even lick, bro? Omdat jij het zei. Ja, oké, dat is waar. Je bent mijn heer en meester, dus ja. Ik had bijna de vault kapot gemaakt. Holy shit, dat is een probleem. Oh, als je dat had gedaan, dan was... Nee, dan was ik gewoon bij je weggegaan. Dat was echt een probleem. Ja. Maar ja, eigenlijk moet die wel weg, want de vault staat nu wel echt compleet midden in wat we gaan bouwen. Hey, ik heb de vault alleen gemaakt. Ik heb hem niet geplaatst. Nee, dat is waar. Ja. Maar toen was het nog een muur hier. Dat heb ik overgelaten aan een bekwame jonge man. Bekwaam! Blijkbaar. Ik durf er niet over uit te spreken. Waarom kan ik daarmee geen stukjes plaatsen? Heb je nog iets van ceilings? Ja, we hebben wel super veel ceilings in de vault met pillars, volgens mij. Ik had geen pillars nodig voor deze. Nee. Oh, nee, tuurlijk. There we go. Fixed it. Oké, nice. Boeia! Oké, we hebben alleen een dak. Hebben we een tweede verdieping, zeg maar. Hoe gaan we dat doen? Denk even met me mee. Als we nou eens aan de derde wal een ceiling maken. Ja, je bedoelt dat je het nu gewoon hier gewoon doortrekt zo? Een platte ceiling, zeg maar. Gewoon zo? Ja, of eentje hoger. Maar dat kan denk ik. Nee, dat kan niet. Kan er niet eentje hoger? Ja, dan, hij snapt niet aan... Oh, nee. Jawel. Kom maar hier. Hup. Ja, laten we dat maar doen dan. Dan hebben we in ieder geval hoger. Dus dan kunnen we hier misschien zo'n railing plaatsen waar ik nu sta. Mm-hmm. En dat dan naar onder laten kijken en dat we deze wal dan ook nog weghalen. Laten we dat maar zo doen, want anders is het echt super vreemd, denk ik. Ja, dat we een beetje een open keuken hebben, zeg maar. Ja, inderdaad. Ik snap wat je bedoelt. Wow, oké, dak is eraf. Wat? Oh, tuurlijk. Ja. Fucking dak. Buitenom. We doen hem buitenom. Oké, ja. Nou, we plaatsen hem op de walls. We plaatsen hem op deze walls. Dat is denk ik wel beter. Ik haal hier de ceiling dan even weg. Het ruimtelijke principe. Oh, we krijgen zo'n mooi huis, Joost. Ja, jij krijgt een mooi huis. Gonna be amazing. Gonna be the very best. Ja, er zit daar ook een raam. Die kan ook wel weg. Het nee, die laten raam. We in het huis. Hey. Great raam, bro. That's mooi. En dan hier nog een stukje. Kijk, zo, oké, we zitten connected. Oh, cool. Oké, nice. Nou, op zich, zo'n centrale kluis is niet verkeerd dan. Ja, maar het zit wel een beetje in midden. Ik doe dit dan ook nog een klein beetje uitbreiden, oké? Bij de koelkast en zo. Anders is het nog steeds een beetje vaag. Ja, nee, die moest ook weg. Ja. Oh, die moet ook uitgebreid worden natuurlijk, hè? Ja, een klein beetje. Kijk, hier kunnen geen foundation bevallen. Dus in principe kunnen we het gewoon tot hier doen. Oh ja, dus dat kan ook. Of van ceilings. Dan moet alleen deze ramp even weg. Maar, oké. En er is geen neerbouw van deze support, dus je moet even een pillar onder. Jo. Ja, moet deze hele muur, deze hele buitenmuur moet gewoon Garnerino nu. Nee, niet helemaal. Ja, niet? Nee, ik ga gewoon een klein stukje aanbouwen. Ja, maar wat? Ik weet niet wat hij omhoog houdt, daar ben ik bang voor, dus bouw eerst even aan. Laten we van boven naar beneden, denk ik? Of, je bedoelt dat ik nu de muur hier dichtbouw? Ja. En dan, in principe, de hoogte weet ik niet echt wat we hier moeten doen. Nog eentje, drie. Denk ik. En in principe kunnen we dan nog met een scheef dakje werken, denk ik. Hem aansluiten. Ik denk het. We hebben wel een beetje een vreemde aanbouw nu. Het wordt een beetje onoverzichtelijk. Het is een work in progress, oké? We hebben een bouwdepot van 20.000 euro. Dat kost tijd, maar er komt wel iets moois. Wow. Oh. Nee. Dit is niet goed, want ik heb geen internet meer. Wat? Why do we have to update now? Maar ik heb geen internet om te updaten. Don't let it be 1 gigabyte, man. Rudy, de server doet het weer. Jee, we zijn terug. Jee, ik leef. Mijn internet heeft... Die hoeft er niks te doen, maar ik ben er. Gelukkig maar. Laten we de bouw voortzetten. Bouwen. Ja, laten we dat doen. Oké. Waar waren we ook weer mee bezig? I don't know, man. Dit is legit een uur geleden bijna. Gee. Lange update. Maar we waren alles aan het slopen. Dat was wat we doen. En ik moest dit even connecten. Joost, goed nieuws. Ja, wat is het nieuws? Oh, what the fuck? Ja, wat is het? Er zitten schapen in het spel, man. Zit hij er wel in? Yeah. Hebben ze toegevoegd? Ja, maar denk ik niet een scorch, maar ja. Deze server is ook gerestart, dus op zich. Hoe heten ze? Ovaries? Ovaries are poppin' of zo? Ovaries are poppin'. Ja, zoiets.
Jezus. Fuck. Oh, ziet het er nog een beetje legit uit, zeg maar. Oh ja, ja, ja. Schijndakkie, dat is wel nice. Hé, hey, maar we moeten nog wel even kijken hoe het er van buiten uit gaat zien. Nee, dat doet er niet toe. Oh, niet? Oké. Okay. Praktische ruimte. Joost? Ja. Honger. Ik heb honger. Yo. Oh, ik heb vlees, eventueel. Maak even een lekker tossietje voor me. Oh, dit is alweer jammer. Kijk nou. Wat? Ik kan hier geen wal tussen plaatsen. Of ah, dan moet ik eerst even de roof slopen, oké? Okay? Wait ja, okay. For me, I'll fix. Kijk die. Waar is die dan? Okay, dan moet er eigenlijk nog wel een... Dan moet er eigenlijk nog een puntje daarop bij, zeg maar. Ja, daar moet eigenlijk nog een hoekie. Ja. Yeah. Snap je wat ik bedoel? In het achterhuis. Ja, waar je nu precies doorheen loopt, daar moet een hoekie. Yo, het is wel echt super ruim nu, dat is wel nice. Ja, is het echt heel groot? Ja, als je onderkijkt. In principe is dat wel strak, ja. Ja, het is looking good. Ja, nailed it. Het is afgewerkt. Ja, het is nee, het zit nog steeds een schuindakkie open. Oh, wat bedoelt je dit? Dat? Dat. Ja, oké, I'll fix. Heb ik daarvoor een hoekje voor nodig. Momentje. Ja, pak maar een hoekje. Ontzettend hey, Rudy. Blijd. Hoe is het daar? Hey! Ja, ik kom hier niet uit. Wacht, voordat je die plaatst. Laat maar. Ja, ik wilde hier nog eventueel... Wow, is het hier nog een heel groot gat? Steven mee. Ja, die heeft altijd gezeten. Die kunnen we niet dichtmaken voor sommige reason. Anders doen we wel gewoon balls. Fucking van de binnenkant, dan zie je het niet. Kom je eruit? Nee. help. We hebben hier een terrasje. Als we nou eens hier gewoon een ramp omlaag maken. Oh, je wilt hier ook echt gewoon een terrasje houden. Het is op zich wel leuk. Nee. Oké, wacht. We kunnen dit weghalen. Dan zeg maar de wals vanaf hier doen. En de rand van de... En dan kunnen we er een deurtje in doen en hier gewoon een soort van terrasje. I don't know. Is het niet mogelijk om deze doorgang hier, die we hier hebben gebouwd, even een stuk lager te maken? Want ik vind het echt super kut dat je daar ook moet bukken. En wat zit hier? Hier zit helemaal niks. Zie je? Dat kan makkelijk. We doen dit gewoon zo. Er zitten alleen kabeltjes. Dubbel doorframe. Ja, verlange mensen. Ja. Het is op zich wel cool, dubbel doorframe. Ja. Alleen dan moeten we even kijken hoe we het hier gaan doen. Nu ziet het eruit als een pik. Alleen dan zeg maar een Tetris dik. Je staat nu in de Tetris dik. Oh ja, dat is very nice. Mooi die shaft daar. Maar dan moeten we hier ook een soort van ramp doen of zo naar boven. Dat we dan die kant op kunnen lopen. Ja, want die verdieping is gewoon zo. Ja, die kunnen niet lager maken. Ik heb... Oh, fuck. Heb je nog een ramp? Ik heb één ramp. Dat is nice. En dan kunnen we hier... Alleen moet je daar nog wel bukken zeker, ja. Kijk, ik dacht als we hier nou een onderbouwen, maar dat is kut, want dat sluit hier niet aan. Oké, maar meer. Ik wil er meer. Nee, laat maar. Ik heb al eigen walls. Oké. I don't need your walls. Kijk, dit ziet nog best wel kwijt. Gewoon één grote deur. Ja, op zich best wel. Ja, toch? Ziet eruit als een boerderie. Een boerderie? Al goed. Oh, man. Don't cry. It's okay. What you doing, mate? I'm here to fix. Oké, maar wat? Ja, maar even één doorframepje. Die moet ik wel even maken. Ja, wacht maar. Hier. Kem. Oké, plaats maar hier. Plaats maar hier. Oké. En dan bada. Badokus. Mm-hmm. Ja. En nou, let op. Zo, door deze kunnen we wel gewoon normaal lopen. Let nog heel even op. Ah ja, je wilt nog een deur. Don't you... Even het dak terugplaatsen. Kutar! Ja, daar hebben we hem. Yay. Kijk, en dan kunnen we hier nog een mooie railing. En dan misschien kunnen we het zelfs op dit balkon aan laten sluiten als we een rampje erbij hangen. Wat? Oh. Wees niet zo creatief, Joost. Dat is toch best wel cool als we het op dat balkon kunnen aansluiten. Nice. Ja, let's just fucking do it. I don't care. It's mooi. Oké. Bam. Ja. Kijk. Dit is nice. Hey. Dit is toch best wel fancy, hoor. Ik vind het wel cool, hoor. Dat we gewoon van dit balkon naar hierboven kunnen. En dan kunnen we hier zo hierin. Ja. En dan hierin. Ja, het is nice. Hier kunnen we uiteindelijk nog turrets neerzetten of plant X. Hoe heet dat? Plant Y. Ja, en die kunnen hier bovenop zich ook al staan, hier zo op het puntje. Ja, en dan zetten we een mooie catwalk hier neer. Oh man, dit wordt een toffe base. Het is al best wel een toffe base. Fucking groot, jongen. Het is huge as fuck, maar ik vind de complexiteit vind ik gewoon mooi, weet je wel. Ja, het is een beetje zo'n doolhofje. Ja, maar dat je van alle locatie kan je gewoon naar dingen toe lopen. Ik vind het cool. En dan hebben we één main hub bij de kluis. Oh, ja. Nice, main. Ja, die is echt groot, hè, die main hub. Maar oké, okay, ja, let's move the dragon. Sorry, Rudy. Ik dacht dat je er buiten ging. Dacht ik ook, maar toen zweefde ik. Wat? Ik kan hem niet weggooien. Oké. Okay. Ik vlieg de draak naar buiten. Be free, dragon. Woo. Be dragon free. Dan ja, oké. Okay. Ik zit even buiten te kijken. Het huis ziet er wel cool uit, hoor. Het is echt een soort van schuur. Fucking dope. I broke shit. Oh ja, deze muur nog. Inderdaad. Ja. Oh ja, dan moeten we... Moet ik hier nog was? Oh ja, daar wil je doorframe doen. Ja? Nee, doorframe beter hier. Ja, dat bedoelde ik. Ja. Ik maak wel even eentje. Kan je even alvast die schuine muur proberen te plaatsen? Dan. Oké, okay, ik heb ook wat walls geplaatst hier. Oh, ik weet niet waarom, maar... Kom eens even naar buiten. Ja, dan lijkt het... Ik heb er wat walls geplaatst, zodat het een soort van afgesloten is. Het is niet helemaal wat je kan onderdoor. Oh, nee, maar dat is niet verkeerd. Op zich is het ook wel beter om dit allemaal met pillars op te vullen. Maar ja, het is niet alsof we gereed gaan worden.
Nee, maar dit ziet er nu wat beter uit ofzo, Arena. Ja, maar, dit is ja, al veel moeten, beter, ja. Moeten we deze... Houden we dit als een dubbele muur of gaan we dit nog weghalen? Want het ziet er een beetje stom uit. Let's haal het weg. Gaan we het van onderaf helemaal weghalen? Ja, laten we gewoon rechts naar links werken, want ik ben er een beetje bang voor. Oh, ja. Als het goed is, gaat er niks mis. Oké, okay, wacht. Maar ik kan het niet garanderen, oké? Okay? Ik wil die wal zo graag weghalen. Ik weet niet waarom. Oké, okay, als je het verneukt, mag jij het fixen, oké? Okay? Nee, ja, dat is het probleem. Wat als ik het verneuk? Ja, dan ben ik gewoon echt voor eeuwig boos op je, meer niet. Dus, fresh in, Rudy. Ben je aan het guilt-trippen? Kom op, doe het. Ja, maar moet ik het toch doen ook? Ja, ik ga het niet doen, van mij stoort hij niet. Lamp. Hey! Okay. Hey, dat is best een goeie eigenlijk. Oké, okay, Hey, that's pretty good. Ah! Je had gelijk! Wat, is shit kapot? Kut, ja, het is sick. Nee, ik heb hier veel te weinig walls voor. Oh, ik heb ze wel. Ik kan ze nou niet plaatsen, dan moet je helemaal van onder naar boven weer doen. En dan moet deze ramp ook weer... Joost, ik ben voor eeuwig boos op je. Ja... Ah! Rudy, verkeerde ramp! Ik kon het niet anders doen. I had to play it safe, man. Oké, okay, ja, okay, bon. Kunnen we niet gewoon een touwladder doen of zo? Ja, oké, okay, we kunnen wel een beetje weglopen als het is. Kunnen we niet gewoon hier een touwladder doen ergens of zo? Ergens hier tegen de muur aan of zo, een touwladder. Maar geen gewoon... ramp? Ja, ik weet het niet. De ramp is wel sneller. Nou, in principe moeten we boven komen met een dino. De Archie zit boven. Nee, maar lopend. Moeten we boven... Oh. Nee. Dan kunnen we in principe gewoon een touwladdertje ophangen. Dan hebben we ook meer plek. Ja, daarom. En dan kunnen we dit gewoon dichtmaken met de ceiling. Nou, waar wil je de rope ladder dan? Wacht even, ik heb hier een hatch frame. Dat is wel leuk. Hatch frame is wel een goeie. There we go. Yay! Nou, nu een rope ladder. Kunnen we nu deze walls weghalen, ja toch? Nee. Serieus niet? Nee. Ja, maar er zit nu een ceiling. Nee. Ja, oké. Ik deed het en het blijft staan. Oh my god. We did it. Doei. Godver. Ja, ik kan daar niet bij. Hoe haal ik die weg? Doe je zo, let op. Oh! Damn skills, bro! Damn skills, though. Okay, ja, dit ziet er toch veel beter uit, Rudy? Oké, let op. Ik heb een hoop ladertje. We got all them ruimte nu. Zo, even kijken. Hier en dan... Ah, nee, sorry hoor, maar dit vind ik lelijk. Wat? Eerst zit de moelen over die muur die lelijk is. Oh, hij gaat nu over de trap heen. Oh ja, leg hem in de grond anders. Ja, we hebben het al zeg maar zo een beetje. Dat is het nadeel van zo'n windmolen, die werkt van boven naar onder. Ja, we kunnen één... Ja, Je zou hem één hoger kunnen doen, maar dan gaat hij door het dak heen, denk ik. Ja, of we trekken hem zeg maar hier, in deze hoek, omlaag. En dan gaan we via de... Wat? Dat was mijn mannelijke kuch, oké? Okay? Ik moest even hoesten. Ja, oké, okay, ja. Zou je dan via daar doen? Want hier is wel veel gebouwd. We kunnen beter via hier doen. Moesten we ook nog niet shit themen trouwens? Nee, we zijn nu al lekker aan het bouwen, Rudy. Ja, ik heb je 30 uur aflevering Arc Special XXXXXXXXXXXXL. We zitten pas op een uur. We kunnen nog. We zijn alleen maar aan het bouwen. Het is leuk. 10 uur later. Ja, het is wel netjes zo. Nu alles zo onder de grond gaat. Ja. Ik vind het wel mooi. We hebben nu in ieder geval plek om uit te breiden voor toekomstplannen. Dat sowieso. We hebben nu... We kunnen dit eventueel doorretsen of we maken een industrial forge. Ja, dan moeten we wel echt even een plek voor reserveren en dan ook een stuk plafond eruit halen, denk ik. Ja, inderdaad. We moeten dit even naar achter zetten. De fabricator en de schuur. Fabricator en smithy kunnen nu een stukje naar achter, eventueel. Die staan nu wel een beetje in het midden. Of je wilt ze zo houden, ik weet niet. Ja, ik denk dat we ze beter gewoon zo kunnen houden. Jawel. We hebben hier zeg maar een wandelpad. Dan hoef je niet om te lopen en ja. Eigenlijk, het stoort mij niet echt eigenlijk. Nee, oké. Okay. Het is we niet kunnen in principe met de Ankylo er naartoe lopen of net wat... Wat nuttig is. Ja, dat is wel waar. Ja, je kan nu inderdaad door de grote deur naar binnen. En dan gewoon met een Ankylo of met een steening gewoon alle items naar hier binnen brengen. Dat is wel heel chill. Maar ik vind de base begint mooi te worden als ik zo zit te kijken. Hij was al mooi. Kom op man, wat een belediging. Nou ja, ja, hij was inderdaad wel mooi. Oké, maar hij is nu al veel mooier. Ja. Shit got uitgebreider. Nice. We hebben een balkon mooi. We hebben een goede. Ja, het balkonsysteem is echt fucking dik. Dat je gewoon helemaal kan omlopen. Ja. Yeah. Maar we hebben goed werk geleverd. Laten we nou in de volgende aflevering maar met die Stone Golem gaan beginnen. Stone Golem, hè? Wat moeten we ook nog doen, hè? Ja, maar op jouw aflevering hadden we toch dat ding getemd, man. We moeten dat toch doen. Hé, maar dit was sowieso de moeite waard. Zo niet zo. Ik moet zeggen, ja, dit is inderdaad wel een project well done. Het was zeer succes. Kutkip. Ga weg. Laat hem lekker vrolijk rondlopen hier, hoor. Nee. Het doet me denken chicken nuggets. En ik heb honger. Dat vind ik niet oké. Okay. Maar het was zeker een volmaakte tocht. Ja, het was... Hij komt er helemaal naartoe. Ja, hij vindt je gewoon lief. Ik ga helemaal hier staan, oké? Okay? Ja, het was... Oh, Rudy! Nee.
Nee. Hij vindt je echt lief. Hij komt echt gewoon op je af. Oh nee, niet. Hij gaat hier weg. Maar ja, zeker volmaakt. Volgende aflevering gaan we dus met Eddie aan de slag. Ja. En de kanonskogels. En dan gaan we kijken of we een rock golem kunnen tamen. Zeker, zeker. Maar voor nu... Dat moet toch wel lukken. Dat gaat zeker lukken. Maar voor nu, ja. Tot de volgende keer. Doei.